Het Midden-Oosten staat in brand en dat is niet alleen de schuld van corrupte dictators in de regio. Ook onze wapenindustrie heeft boter op zijn hoofd. Afgelopen jaren zijn er miljarden aan wapens geëxporteerd naar het Midden-Oosten. Zo kocht Saudi-Arabië miljarden Airbus Eurofighters. Die werden ingezet in de oorlog in Jemen, waarbij tot nu toe 10.000 doden zijn gevallen. Die wapens komen ook via Qatar en andere landen terecht in Syrië. Een van de gevolgen van al die oorlogen en conflicten is de toenemende vluchtelingenstroom. 6 miljoen mensen in Syrië zijn al op de vlucht geslagen, vooral in het binnenland, maar vele komen ook terecht in de buurlanden en sommige ook in Europa. Tot nu toe is het enige antwoord van onze regering om de grenzen te sluiten en te militariseren. De Europese wapenindustrie is zeer lucratief en daardoor ook ontzettend machtig. Zo kwam in 2013 de Europese Commissie met een rapport waarin een lans gebroken werd voor de Europese wapenindustrie. Een jaar later kwamen ze weer met een voorstel, de zogenaamde New Deal, dat nog meer onderzoek naar de wapenindustrie mogelijk zou moeten maken. Daarvoor richtten ze een groep op om daar uitvoering aan te geven. En raad eens wie allemaal in die groep zaten. De bazen van de Europese wapenindustrie natuurlijk, waaronder die van Airbus. De Europese wapenindustrie heeft een omzet van 100 miljard per jaar. Denk nou eens hoeveel daarvan gebruikt zou kunnen worden om te investeren in onderwijs in het Midden-Oosten en andere conflictgebieden, in watervoorziening. Maar dat zou betekenen dat we de macht van de Europese wapenlobby moeten inperken. Stop de wapenhandel. في ولا ليرة عيت مع بعض ديرة حدا يشيل من الجورة